Het Instituut Beeld en Geluid presenteert de Dutch Media Week. Met nu live vanuit Hilversum, 192 Radio. Vrienden, welkom hier bij Retro Radio. Het is toch fantastisch om je goed te voelen. En daar gaat eigenlijk dit hele nummer gewoon over. Heerlijk. Mijn hele leven lang had ik willen zingen en in een rock'n'roll band willen zitten. Hij moet kiezen. Was ik maar Timmerman geworden. Cowboy Gerard, hebben we het? Ja, ik wil Cowboy Gerard draaien. Heb je wel, hè, Ad? Dit is een radioshow met kippenvelgarantie. Dit is Retro Radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dag allemaal, een hele goede middag. Gisteravond heel snel afscheid noodgedwongen genomen van Veronica. En nou zit ik hier weer live uit te zenden. Retro Radio. Ja, jongens, maar dit was een afspraak. Dankjewel. Leuk, leuk, leuk. Maar dat was een afspraak die al heel lang er stond. En ik doe dat heel graag natuurlijk. En dat ik gisteravond gewoon onverwacht bij Veronica ben weggecijferd. Ja, dat was ook niet precies de bedoeling dus. Maar, en daar zullen we je ook deze week nog goed mee doorzagen, want we gaan ons best doen om voorop oud een straat, een pleintje, ik heb een klein plantsoentje, is toch ook leuk, en ik wil best naast hem liggen hoor, dat is heel gezellig, dus als daar iets bij komt, heel goed, maar Rob Oud is een van de grote vernieuwers geweest van het omroepbestel met onze, ja, eerst Na het Schip en toen de omroep Veronica, en hij verdient het. Incredible. En ik zie net Ad Bouwman binnenkomen, want die gaat straks met Marcel verder om 2 uur. En hij zei tegen Marcel, ik neem al een paar plaatjes mee. Komt hij met zo'n karrevracht, met zo'n grote kar, met allemaal LP's en allemaal singles. En ik kan me dat zo voorstellen, want ik begon hier ook met een heel klein stapeltje. En dan staat er een kartonnen doos naast me en dan weet je van gekkigheid niet wat je draaien moet. Dit is 192, goed idee. Toen en nu. Je draait even met die grote knop van links naar rechts. Je fietst zogezegd eventjes op je meterschaal heen en weer. En wat pik je er zo uit? Kees van Zuidland! Inderdaad. Yeah. Ik, I'm a freak. De freak, dat was Ad Visser. En dan te bedenken dat het werd opgenomen in de studio van Pie Veres, die gewend was met de Selvera's te werken. John and Dean, de Anaheim Souza en Koekenmonke, Sewing Circle, Boekerville en Timing Association. Een titel die je één keer in je leven leert en dan nooit meer vergeet. We hadden er in Nederland ook zo eentje, van het cocktailtrio. Petronella, puinpoeiers, pure, pijnstillende, prima en prettig in te nemen, pimpelpaarse pil. Dit is de Dutch Media Week op 192 Radio. Live vanuit Hilversum met Gerard Ekdom. Dit is 192. Goed idee. Nou, het is weer zover. Het is al de 5e keer, Ad. Het is al de 5e keer. Hij nodigt mij elk jaar weer uit. En als Ad dat doet, dan zeg ik natuurlijk geen... Zeg niet nee. Wij zeggen volmondig ja. Dan mag weer een paar uurtjes de trap tegen singlekast worden gegeven. En dat gebeurt dan ook. Dus de Retro Radio is weer terug. Ah, jongens, met die Indian Summer buiten. We zitten in ons t-shirtje hier. Dat is ongelooflijk. De ober is in de maand. De ene bestelling dan de andere komt hier uit de bar rollen. Als je hem helemaal... Zo, wil ik eruit laten lopen. Met Jolien. Ja, ik wilde even wat testen namelijk. Want als je dit nummer namelijk op 33 toeren afspeelt... dan hoor je gewoon een hele leuke kerel. Een hele goede singer-songwriter hoor je gewoon zingen. En ik ben zo blij dat we er een techneut bij hebben. Dit is het nummer op 33 toeren. En dan denk je, dit klopt niet. Maar als hij in dit geval nu ineens gaat zingen, dan gebeurt er dus dit. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Een hele goede zanger ineens die had zingen. Tan-tan. Lekker. Nou, volg jij weer. Gezellig. Geniet van de Retro Radio. Dankjewel, Gerard. Beeld en geluid. Bye bye. Roze dintje, zo te zeggen. Beeld.
Ah, die kijkers. Nou, u weet het waarschijnlijk. We gaan een quiz doen op de televisie. En daar komt een heleboel voor kijken. Meer dan bij de radio, dat kan ik u wel verzekeren. Maar één ding staat wel vast. De quiz gaat heten Wil, Wil Wel. Goed, aha, de Rooks family. Rook Williams en de Fighting Cats, daar begonnen we mee. En ja, we zijn eigenlijk heel blij dat je er weer eens een keer bij bent. Twee uur lang over de carrière van Wil Luijkenga. Ja, twee uur. Oh, veel te kort, joh. Veel te kort. Ja, je hebt nogal wat gedaan, hè? Oh ja, als ik dat door zulke feestjes als nu, vandaag, ga je weer een beetje nakijken en nazoeken wat je gedaan hebt. Veel te veel. Ja. Ik weet niet waar ik het vandaan heb gehaald. Maar het begon allemaal toen je eigenlijk muzikant was, meedeed met Rookie Williams in de Fighting Cats. Ja. Was dat je eerste bandje? Ja, ik speelde saxofoon. Nou, ik was uit van de jazz en Dixieland en zo. Ja, ja. En toen had Alan Price, die had een plaatje met blazers. Hij put a spell on you. Er zat een saxofonist bij. En toen wilde hij al die groepjes waar je een saxofonist hebben. Ja. En ik had toevallig lang haar en een saxofoon. Ja. Dus dat was voor elkaar. Hoe is het eigenlijk zo gekomen dat je bij Veronica terecht kwam? Ik was... In de tijd schreef ik over muziek voor een Amerikaans blad en voor een paar Nederlandse bladen. Dus ik zat wel... Jij zat bij Muziekparade, samen met Rob Oud. Ja, met Rob. En die kende ik dus nog en die zat bij Veronica. En toen ging Veronica naar een nieuwe pand toe en toen kreeg ze nachtuitzendingen. En toen zei hij, toen was ik gewoon eens een keer bij hem, en toen zei hij, ga eens naar boven toe. Er zit een jongen, die heet Sietse Gardenier. En dan moet je even drie plaatjes aan en afkondigen. En toen was ik een half uur later disjockey. Dit is Wil, Wil Wel. Een programma dat u kunt beluisteren iedere zondagmiddag van 12:15 tot 5:00. Wil, Wil Wel. Een programma met actualiteiten, sport, de Jut en Jol Show, verzoekjes, Fop Out, het bakkertje en nog veel meer. Heb je ook nog een aandrijving in, Show? Ja, ja, veel, veel. Ja. Ja. Het lijkt me toch verschrikkelijk dat je daar voor de eerste keer staat. Vreselijk. Vreselijk. En het was volgens mij bij een studentenfeest in Utrecht. Dan heeft net Lex Harding heeft een uurtje gedraaid. En dan komt er een of ander gozertje aan die zegt... Goedenavond, ik ben Wil Luijkenga. Ja. Ook bedankt, zeggen ze dan. Ik ging laatst naar de drive-in show. Dus sprak ik met mijn oma Go. Hij is al 85 jaar, maar wat je noemt van zes en klaar. Eén ieder is welkom bij Radio Veronica's drive-in show. En Dick de Bart die reed ons dan, want de directie van Veronica had in de gaten dat wij wel eens wat dronken terwijl we werkten. En die vonden dat gevaarlijk. Dus Dick de Bart die bracht ons en die sprong ook op de mensen als ze gingen vechten. Ja, die sprongen gewoon tussen. Die sprongen er gewoon tussen. Werd ons gevochten tijdens een drive-in show. En dan pakte hij een microfoon en dan haalde hij een microfoon uit de standaard en dan sprong hij ertussen. Hij is altijd weer teruggekomen ook, dus het is wel goed afgelopen uiteindelijk. Hoi, hoi, hoi! De echo van een groot verleden. Vintage Veronica. Ja, dat waren ze. Those memories, those memories. Wat een hit. Dat Sam Cooke. En having a party. Lydia doet nog een bedankje, ze staat lekker te behangen. Oh, ze staat te behangen? Ja, okay, dat kan je ook op maandagochtend doen. Middag inmiddels. Af en toe moet je banen. Een leuk dingetje nog. Ik laat eerst eventjes horen. We hebben het over de grootste hit. Toen voor het eerst, de allereerste hit van Boudewijn de Groot. En dat was een meisje van 16. En dat vonden we allemaal geweldig. Waren het niet dat de platenmaatschappij Phonogram, de Engelse variant, die was daar natuurlijk voor, had tegengehouden. Die niet uitgebracht, want ze dachten dat is nou misschien iets voor Boudewijn. Die al, daar wilden ze echt de grootste dingen mee doen. Het is eigenlijk weer een nummer van Charles Aznavour. De titel ben ik even kwijt, maar dat zal ook wel iets zijn. Une fille de... Ja, 16. Ja, 16. Dit is te maken die... De Engelse Noel Harrison, wie? Noel Harrison, die maakte dit ervan. En Boudewijn heeft wel het arrangement gebruikt. Want dat was wel heel erg goed gedaan. Hier een unieke versie van
Een meisje of 16. Dead. Dat hebben ze in de Nederlandse weggelaten. Dat vonden ze waarschijnlijk toch een beetje... Ja, kan je niet maken. Want bij Boudewijn stopt het gewoon. Hij zegt niet dood. Want wat arm kind, wat ligt hier stil langs de weg. Maar de Engelse versie en de Franse versie is ook dat ze gewoon dood is. Oh, maar dat was toen in 1905. Dat kon het Nederlandse publiek niet handelen. Een soort Bambi-effect kreeg je dan. Ja, zo, wat zielig. Dit is de Dutch Media Week vanuit de Retro Radio Studio met de Bouwmannen. We gaan eventjes wat doen aan... Goudvrouwt. En dat, als je dat kreet hoort, dan denk je natuurlijk meteen aan Rob Oud. En toen hadden we het er op een gegeven moment over van... het zou toch mooi zijn als Rob Oud nou eens een keer een plekje kreeg op het Mediapark of zo. Dat hadden wij bedacht, maar dat hadden jullie ook bedacht. Ik werd er door Facebook aan herinnerd dat het 20 jaar geleden is dat Rob overleed. En ik dacht, ja, 20 jaar geleden, je hoort en ziet niemand meer over Rob Oud. Dit is het momentum om een straatnaam voor de beste man in Hilversum aan te leggen. Trouwens, voor de luisteraars, we luisteren even naar Rens Muller. Jij bent van de Gooi Neemlander. Ja, en 10 jaar bij het Veronica-blad gewerkt. Dus het Veronica-bloed stroomt nog enigszins door mijn aderen. Ja. Ja, we hadden het erover. En toen dacht ik van, nou, dan geef ik toch nog een staartje aan... door echt de petitie te starten. Ja. Dus dat hebben we gedaan. En nou, dat loopt goed door. We zitten nu boven de 200. Ik wilde ook die petitie doen. Waar moet ik dan heen? Als je Rob Oud petitie invult, dan kom je er vanzelf. Oké, okay, gewoon wel Google, ja. Rob Oud petitie. En dan kan iedereen zijn... Op petities.nl staat hij in ieder geval. Ik had in mijn column al gesuggereerd... joh, noem je de kantine op het Mediapark naar Rob. Als er maar iets vernoemd wordt naar Rob. Want er is op dit moment niks vernoemd naar Rob. Nee, dat is eigenlijk te gek voor woorden. Want tenslotte heeft hij die omroeporganisatie tot grote hoogte gestuurd. En het einde van Veronica ook heel erg goed begeleid wat dat betreft. Er zijn in ieder geval plannen voor het Mediapark om nieuwe gebouwen neer te zetten. En dat zou wellicht gepaard kunnen gaan ook met een nieuwe straat of steeg of noem maar op. Dus daar is, denk ik, komende jaren komt daar misschien ruimte. En daarom denk ik ook dat het juist nu, het lijkt voorbarig omdat er geen straten momenteel... worden gepland. Lijkt het voorbarig dus, maar dat is het niet. Ik denk dat we juist mooi op tijd zijn. Dit is de Dutch Media Week op 192 Radio. Live vanuit Hilversum met Paul van der Lucht. En het is altijd 1, 2, 3, 4! Zo, de stemming zit er lekker in hier hoor. Het is donderdagmiddag, het is retro radiomiddag hier in de Kerkbrink in Hilversum. Als je de behoefte hebt om langs te komen. Ja, ik zou het niet doen, maar wel maar oude mannen. En hier en daar wat jonge vrouwen. Nou, misschien toch wel incentive om even langs te komen hier. Zometeen is Erik de Zwart daar ook. En hier is September. Het heet natuurlijk niet voor niks Retro Radio. Vandaar dat wij hier in oktober, september aan het draaien zijn. Van Earth, Wind and Fire. De luisteraar heeft nooit die duidelijkheid heeft natuurlijk. Hij heeft niet meer op zaterdag een top 40 en op zondag een top 100. Hij weet precies achter welke lijst hij zich zou moeten scharen. Hij weet welke lijst hij bij de platenwinkel moet vragen. Ik denk dat het heel erg goed is dat de luisteraar nu... duidelijk weet dat er maar één lijst is voor Radio 3. En dat is die top 15. Dit is Retro Radio. Vintage. Hey Paul, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Je ja, leuk hè? De officiële krakerig plaatje gedraaid en zo. Dus dat is wel het eerste vinkje wat er staat en zo. Je was gewoon te laat hè, weer eens. De typische de zwarte. Ja, dat kan beginnen. Echt niet meer hoor. Echt niet. Knabbel en babbel. Erik de Zwart en Paul van der Lucht. Je gaat nu getuigen aan een levensgevaarlijk experiment. Marcel Baarman probeert om zijn vinger een plaats te maken bij die eerste beetje whisky die we hebben gesproken. Eigenlijk een stem voor Erik de Zwart. Maar dat vind ik wel. Ja, die gasten die nokken er ook in één keer mee. Wordt toch tijd om een beetje product van Nederlandse bodem te draaien. Waarom niet, Adriaan? Angela! Ja, de Dolly Dots! Ah, leuke tijd toch. En tegenwoordig is Angela mijn collega bij Omroep Max op Radio 5. Oh, nou. Ze is elke zaterdag tussen 12 en 2 te horen. Inmiddels is er een dame aangeschoven aan jouw zijde. Ja, die zit hier al de hele middag. Volgens mij was je er gisteren ook. Nee, van de week? Niet? Alleen vandaag? Nee, vandaag,
Moet je nagaan, mijn geheugen. Hoe heet jij? Korte termijn geheugen. Marjolein, ja. Toch? Marjolein, wat leuk. Nou, dat je... waar kom je vandaan, Marjolein? Rotterdam. Rotterdam, dat is een heel eind hier naar Wilversum. Ja. Zo is dat. En wat trekt je zo aan dat retro radio? Want zo te zien ben je toch ietsje jonger dan wij. Ja, ik hou gewoon van radio. En ik had toevallig 2 jaar geleden had ik een tour gedaan door het Beeld en Geluid. En toen zag ik deze studio, die werd gerestaureerd. En toen kwam ik er van de week achter dat jullie mee bezig waren. Ik dacht, oh, dit moet ik zien. Ja, dit is van voor jouw geboorte, denk ik allemaal. Ja, ik kom uit 99. Dus... Ja, dan was die al net al 5 jaar werd die al opgeborgen. In 1985 is deze studio afgeschreven. En toen kwam er een. Zo'n mengpaneel hadden we ineens. Wat ongeveer 5 keer zo breed was. Ja, maar als je dat zo ziet, ons en zo, al die oude knallen, wat denk je dan? Ja, eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik vind het alleen maar leuk. Nou, kijk. Hup. Gaan we meteen een plaatje voor je draaien, hè? Dat wordt meteen beloond. Dat begrijp ik. Want je bent wel gek van de Stones en de Beatles, toch? Ja, ik hou het heel van. Van ons jouw 60, 70 vind ik fantastisch. Ja. Nou, speciaal voor jou de Beatles. Yes. En I am the Walrus. Live vanuit Hilversum met Ad Roland. Adje Roland. Dat zijn nog eens oude jingles. Die komen maar uit 1 kanaal. Over gisteren gesproken, er kwam net een meneer met die hele grote dikke spierballen en die zei, druk eens op deze knop. Tras Hilversum 3. Paradeplaats. Goedemiddag allemaal. Luister naar de Polenpapparade. Aan de microfoon zit Ad Roland, brengt voor de trots de Polenpap Hitparade. Luister naar de hits uit ons Holland. Donderdagmiddag op Hilversum 3. Met Ad Roland. Goedemiddag. Luister in Nederland en goedemiddag iedereen hier in Kerjuela. Ik zei goedemiddag! Hey! Ach ja, iedereen in een vakantiestemming, dat is wel te merken. We zitten in Kerjuela en dat is een rustiek vissersplaatsje. Eigenlijk grotendeels geweest, want ik denk dat nu de stranden grotendeels bevolkt zijn door vakantiegangers. In bikini en zwembroek. En dat ligt vlakbij Trossemolinos. En Trossemolinos ligt in Spanje. Als ik het goed heb. Oh, nee, dan moet ik het is de droom. Ad Roland. Goedemiddag. Dit is de Trossemolinos. Dus wat mij betreft is het zometeen even bye bye zwaai zwaai. Gepresenteerd door Adje Roland. Word je 2 uur lang verwend. Lang verwend. Dankjewel. Je werk er graag. Een nieuwe morgen. Je radio aan. Het is vroeg. Vanuit de Retro Radio Studio in Hilversum is hier Jan-Willem Roodbeen. Wat een betoverende plaat dit, hè? Wild Places van Duncan Brown. Mocht niet ouder worden dan 46, net zo oud als ik nu ben. Maar wat heeft hij ons een prachtige erfenis achtergelaten. Stond jarenlang niet op Spotify, nu wel gelukkig. En je hoorde hem van vinyl. Maar dat was verder niet te horen. Laten we gaan filosoferen over het doel van het leven. The purpose of a man is to... Ik moet ook even wat oude jingles draaien hoor. Ah, Retro Radio. Het is een feestje. De muziek is fantastisch en de dromen kosten ook bijna niks. Als we Kincaid moeten geloven. Simon & Garfunkel, Spencer Davis Group, The Walker Brothers, The Moody Blues. All your golden oldies on 192. Vandaag dus op de kop af, 50 jaar geleden, op nummer 1 in de tipperade van Veronica. Ik heb heel lang geoefend, want ik dacht wel van ja, weet je wat, misschien is dit wel mijn plinterladder voor de top 2000. Dat ze de stagiair even voor iets weg bestuurd dat niet bestaat. Dus ik ga oefenen, ik ga deze foutloos uitspreken. Zeg maar eens, Please and Call in Ancient Usual. Please and Call in Ancient Usual. Heel goed. You the cold maids say one, Please and Call in Ancient Usual.
Alright. Ja, en alright is hij zeker. Toen kwam dat nummer. En dat is me toch een rammer. Met die toeters. Ad, dankjewel. Ik vond het ontzettend leuk. Ja, nou, tot morgen. Ja. Maar weet je zeker dat jullie wel zin hebben? Moet je niet nog even naar buiten, even nog een wandelingetje maken? Nee. Ja, dat mag, hè. Er zijn winkelcentrums, hartstikke leuk. Kun je een bakje koffie drinken. Ja. Kan je daar ook niet mee verleiden. Nee. Nou, daar ga ik wel. Maar nogmaals dank. Ik vond het ontzettend leuk om hier te zijn. En succes nog met de Dutch Media Week. En deze lekkere radiozender en al die mooie liedjes die we draaien. Applaus! Dutch Media Week op 192 met het nieuws. Dit was het nieuws op 192 Radio. And now, more music on the big 445. J.R.O. Edward Leeson. Big Harvest Walker, good for the red on the color. En op dit moment komt er een hele mooie vrouw tegenover me zitten. Het is dat u er niet meer is, maar anders zou ik zeggen, hij staat nog in de studio om dit nummertje te zingen. Max Wojcicki Junior, dat was een naam in dat tijd. Live vanuit de Retro Radio Studio in Hilversum is hier Edward Meezing. Ja, je zou kunnen zeggen, terugkijken op het verleden, dat doe ik dan tot de klok van 2 uur. Een soort reminiscing zou je ervan kunnen maken. Een kleine variant op het Engelse reminiscing. And now smooth listening on the Big Sound Station. Stel je even voor aan de Hilversum, aan de 192 luisteraars. Ja, stemherkenning. 192 luisteraars, ik ben Ellie van Loenen. Ellie's Choice. Oh, Ellie's Choice. Ja, op de zondagmiddag. Oh ja, de opa moet wat aan zijn gehoor doen. Oh, geen niks. Schoonenberg is dat, geloof ik. Hè? Oh, nou maken we het klaar. Mag niet, hè. Ga je nog wat doen vanmiddag, Ellie? Nee, zeker niet. Ik ben gewoon op visite. Oh, hartstikke gezellig. Ja. Okay. Kom even naar jou kijken. Kende je? Oh, en kijk niet het allermooiste eraf, hoor. Want nee, er je ziet er nog precies uit zoals een jaar geleden. Je bent niet ouder geworden. En jij ziet er precies uit als 30 jaar geleden. Ja, dankjewel. Dat willen vrouwen natuurlijk. Ben je toch een oude flirt, hè? Leuk dat je er bent. Dank je. En geniet nog de rest van de middag. Gaan we zeker doen. Want Hilversum 3, die mond er niet. Dit zijn de hits van Hilversum 3. Dit is de Dutch Media Week op 192 Radio. Live vanuit Hilversum met Daniel Dekker. Sommer in het centrum van Hilversum met een heleboel bekenden om me heen. Het is ook een soort van reunie. En ja, het lijkt eventjes alsof ik in een soort huurauto ben gestapt. Ergens in Griekenland of zo, weet je wel, met al die knopjes en zo. Dat je denkt, oh ja, hoe zat dat ook alweer? Het ziet er allemaal prachtig uit en het werkt ook nog heel erg goed allemaal. Goed, laat ik maar meteen beginnen met een liedje dat Hugh Gelijk, mijn vroegere collega bij de Tros en ook nog steeds iemand die alleen maar voor de radio leeft eigenlijk. Hij duwde mij net een liedje in de handen, een officiële Amerikaanse persing van dit nummer van Glen Campbell. Prachtige muziek hier op Retro Radio. En ook op Vintage Veronica trouwens. Dit is Veronica. Inmiddels is ook Jurre Bosman hier binnengekomen. Jurre. Goedemiddag. Goedemiddag, wat leuk dat je er bent ook. Nou, dit is wel een te gekke plek dit, hè? Ja. Met al die mooie oude apparatuur die het nog fantastisch doet, zou te horen. En probeer maar eens een iPhone van 2,5 jaar oud op te starten. Dat lukt vaak niet. Nee. Is er wat batterijstuk op de software verlopen. Ja. Dit werkt allemaal nog perfect. Ja. Jurre Bosman, tegenwoordig directeur NPO Audio. Maar wij gaan wel heel erg ver terug met allerlei dingen die we samen hebben gedaan op de radio. Ja. Ik sprak hier net nog Hugh Gelijk, onze oude collega. Die, bij de Tros. Bij de Tros, ja. En die vertelde weer over allerlei montages die jij vroeger maakte. Van allerlei mooie dingen. Jingles en promo's, maar ook hele programma's. En het was een beetje de tijd, midden jaren 90, dat we van de banden, die grote bandmachines, overgingen op de computer.
En dat was, daar heb ik met Jules echt uren, dagen opgezeten om dat werken te krijgen. Want dat was toen ook nog wel lastig om grote bestanden in de computer te krijgen. Omdat die opslagruimte nog niet zo groot was. Kijk, nu sla je hele films op in je telefoon. En toen, als je een paar liedjes opnam, zat de computer vol. Ja. Dus we waren altijd over aan het stoeien. Ja. Maar het mooie is, want techniek is maar een hulpmiddel. Uiteindelijk, dat bewijst dit maar weer, met een paar simpele spullen, een paar goede stapel platen, kun je heel mooi radio maken. Je luistert naar Retro Radio in het kader van de Dutch Media Week, die al de hele week door Beeld en Geluid wordt georganiseerd. En er zit ook een Vintage Veronica. Dat betekent dat wij op de commerciële omroep te horen zijn, beide. Nou, dat is ook wel een keer leuk. Vind ik ook wel een momentje om even bij stil te staan. Want het is voor mij dus heel erg lang geleden. Want ik ben ooit begonnen bij Radio 10. Dat was wel commercieel. Maar daarna altijd bij de publieke radio. Dit is 192. Goed idee. Nou zit je toch weer gewoon achter een mengtafel, Jurre. Ja, luisteraars, we hebben even van plek gewisseld. Dus ik mocht even aan de knoppen zitten van Daniel. Is leuk, toch? Ja, zeker. Het staat je goed. Nou. Ja, leg dit vast mensen, want dit zie je niet heel vaak. Dit. Ik zie niet heel vaak meer aan de knop. Nee, dat is ook wel beter. Hoe gaat Nou, die buitenste moet je. Ja, dat is er. Oké. Okay. Hij heeft het wel heel veel over gisteren. Ja, precies. Nou, het is ook van gisteren. Dit. Ja, we worden wel een beetje nostalgisch van. Ik hoor ook alleen maar nostalgische verhalen. Maar dat hoort ook zo. Retro Radio. Op Retro Radio. Waar zetten we nog meer op? Vintage Veronica. Oh, wat leuk zeg. Oh, vrienden, wat was dit een fantastische week. Het is een feestje. Ja, en ik moet ook even zeggen, net als Jan-Willem Roodbeen, jij kende deze tafel niet. Nee. Je ging even kijken hoe werkt het en ging zitten en het ging verder fantastisch. Nog even... Dankjewel. Ja, ja. Dat is talent, natuurlijk. Ja. Jongens, iedereen heel erg bedankt voor de medewerking aan deze week. Beeld en Geluid, Antal... En al haar medewerkers, te veel allemaal om op te noemen. We eindigen, dacht ik, is misschien mooi met Rob Oud, zoals we begonnen zijn, met Beginnings. Maar het begin van het einde ligt, dat weet je nooit. Soms weer het punt dat het passeert voordat je het weet. Dit is Beginnings. Aan de formatie Chicago. Voor de teenagers die op vakantie gaan, een hele prettige vakantie en heel mooi weer. En voor hen die nog thuis blijven, tot de volgende week.